Dag Benny, ik graag een handtekening op het boek. Op het schitterende boek van jou. Ja. Ruim 100 enthousiaste aanhangers kwamen zaterdagmiddag naar boekhandel Raadgeep en Bergvoets voor het nieuwe werk van Benny Jolink. De zanger hield daar een signeersessie en voor de vele fans was dat een mooi moment om hem te ontmoeten. Ik vind het op zich wel weer leuk om weer eens onder de mensen te komen en te zien dat er dus best wel brede belangstelling is. Dat is wel leuk om te zien. Hoe druk was het? Nou, eerder dan verwacht, want de mensen kwamen vroeger. Het overviel ons een beetje en toen stond het meteen als stampvol. Verder is het onafgebroken leuk geweest. Hij heeft constant gesigneerd. Iedereen heeft die aandacht gegeven. Het geeft wel heel veel energie, denk ik. Rudy Wolbers is enthousiast over het nieuwe boek en het nieuwe album. Het is een prachtig boek. En vooral de tekeningen, dat spreekt me echt aan. Die pentekeningen van hem. Dat is geweldig gedaan. De familie van Eek kwam helemaal uit Groningen om Jolink te ontmoeten. Ik ben heel vaak bij optredens geweest van normaal. Het is bijzonder om hem nu weer terug te zien. Hij heeft mij altijd overal doorheen geholpen en dat doet hij nog steeds met zijn nummers. Met depressies en zo. Dus om dat boek te hebben, dat hoort erbij. De fans horen een duidelijk verschil tussen het nieuwe album en het oude werk van normaal. Ja, ik heb vluchtig even een beetje geluisterd. En het is even wennen. Het is allemaal wat rustiger. Nou, dat is een cd'tje. Als je rustig in de kamer zit, dan kun je hem erbij opzetten. Dan kun je blijven zitten. Dus niet het huik en brekken in aangaan. Leuk. Wel rustig, maar mooi. Mooi nummer. Ja. En ga je dadelijk in de auto terug naar Groningen en gelijk de cd opzetten? Nou, wel. Als het aan mij ligt wel. Ja. Ja, gaan we doen. Ja. 230 kilometer terug, dus dan kunnen we een paar keer luisteren.